Ja, ik los niet in uw steken. Nee, zeker niet. Er zijn uw kinderen klaar en ik help ze waar ik kan. Nou, en dat is... Nou, vandaag zijn we in Os voor het bloemetje van de week. En deze keer zijn we bij Roy. En Roy, van wie wordt deze mooie bosbloemen? Die is voor ons man. Ja. Voor ons man? Ja. En waarom krijgt ons man deze mooie bosbloemen? Ja, ze steunt ons met alles. Ze geeft ons financiële steun en ook emotionele steun. Kijk. Door we hebben vorig jaar ook ons huis uitgemoet omdat de vloer was verzakt. Dus toen hebben we 3 maanden bij haar ingewoond, want we hadden ook in een ander huis kunnen wonen, maar dat was zo'n gedoe. Dus ze staat eigenlijk bij dat soort dingen altijd voor ons klaar. Dus, ja. De vloer was gezakt? Ja, die was helemaal in elkaar gezakt. Zomaar een helemaal verrot, ja. Jeetje, ja. Nou, toestand. Ja, in één keer ben je zonder huis dan. Ja, inderdaad. Dus ja, we moesten eigenlijk boven wonen, zeiden ze eerst meer, dat is geen doen 3 maanden lang. Dus, dat gaat niet. Nee. Nou, dus je hebt 3 maanden lang lekker bij jullie man mogen wonen. Ja. Kijk, dat is nog eens fijn. En dat zeg ik ook gewoon emotioneel, gewoon qua financiën, dat als je een keer een beetje moeilijk zit, als een huis instort, kost ook een hoop geld natuurlijk. Zeker. Nou, fijn. En toen dacht jij, ik schrijf even, dan kan ze een mooi bosje bloemen. Ja, is toch wel leuk om zo te verrassen. Ja, heel leuk, vinden wij ook. Nou, dan gaan we eens even naar ons man. Ja, is goed. We gaan even kijken wat ze ervan vindt. Hallo. Middag. Goedemiddag. Oké. Okay. Ik heb een mooi bloemetje voor u. En waar heb ik dat aan te danken? Nou, omdat iemand jou heel graag in het zonnetje wil zetten. Oké. En wie mag dat dan wel wezen? Ja, dan mag je even proberen te raden. Dan denk ik mijn dochter. Ja, dan heb je meteen iets geraden. Ja. Oh, dat is lief. Ja, dat is echt lief. Ze is jou heel dankbaar. Oh, dat vind ik echt lief. Ja, ze vertelde het verhaal en ook dat er hele vloer was ingestort. En dat ze daarom 3 maanden... Ja, dat hebben ze hier 3 maanden gewoond mee, had gezien. Ja, klopt. Ja, dan bof je maar met zo'n moeder, toch? Ja, ik los niet in uw steken. Nee, zeker niet. Er zijn uw kinderen klaar en ik help ze waar ik kan. Nou, en daar is ze heel blij mee. Oh, dat vind ik echt leuk. Ze had ons geschreven en toen dachten wij, nou, daar gaan we een bloemetje brengen. Oh, dat is echt leuk. En wat voor bloemetje, supermooi. Ja, het is inderdaad prachtig. Kijk eens. Geweldig. Alsjeblieft. Dankjewel. We hebben iemand heel blij mee gemaakt. Ja, inderdaad. Leuk. Ja, gewoon het feit is het restaurant. Denk ik, ik weet toch wel dat ze dankbaar is. Ja, dat is fijn. Dat merkt dan alles, maar het is gewoon heel leuk. Ja, dat is heel extra. Ja, dat vind ik echt heel mooi.